In een economisch zorgelijk jaar ging door de sanering bij Campina ook haar laatste eigen melkventer met pensioen. Dag melkman. Zo, dat is het laatste bakje van me. Laatste. U bedankt voor de trouwe bezorging. Ja. En tot ziens ook nog een keer. Ik kom vast nog een bakje koffiewater. Hartstikke leuk. Bedankt hoor. Bedankt. Eindhoven en de 10 omliggende gemeenten telden medio 83 ruim 25.000 werklozen. 15% der beroepsbevolking. Zaterdag 22 januari, Nationale Bijenkorfdag. Wil jij ook? Wacht even, die meneer eerst, hè? Houden mensen maar voor. Of was dat niet meer zo? Veel artiesten als Lenny Koer, Herman Pieter de Boer en anderen zamelden tienduizenden handtekeningen in. Ik wil zo graag met een Brabantse kurk halen. Ja. Brabants duske. Zo, alsjeblieft. De 20.000 personeelsleden in den landen hadden deze actie tegen sluiting en ontslag georganiseerd. De Bijenkorf bleef, ook dankzij inspanningen van het gemeentebestuur. Proloog, de Eindhovense toneelgroep, verdween per 1 september. 5 dagen ervoor kwam het slotakkoord. Eén der arbeiders kan het tempo niet bijhouden. Binnen. Je begrijpt dat wij het beste met je voor hebben. En daarom geven we je nog een kans op de algemene dienst. En wat houdt jij eraan over? Je blijft aan tot aan je dood. Vakbondsleden op je hoede, geloof niet wat de directie zegt. Houd de cijfers in de gaten, blijven werken. Bij het proloogebouw aan het Sint-Trudoplein werd in stijl gespeeld en gezongen. Aan 15 jaar maatschappijkritisch toneel kwam een eind door de intrekking van de Rijkssubsidie. Een nieuw initiatief in de krantenwereld hield het slechts zeer kort uit. Een gratis dagblad te financieren uit de advertentieopbrengsten. 44 mensen zorgden ervoor dat de lente begon met Eindhovens nieuwsblad nummer 1. Om verschillende redenen liet het bedrijfsleven het afweten. De advertenties bleven uit. Krant nummer 20 was de laatste. Dreigende landelijke kortingen op overheidssalarissen, uitkeringen en andere inkomsten leidden tot stiptheidsacties van de politie en stakingen bij onder meer het busvervoer. Ook lege perrons bij de Nederlandse spoorwegen. Bij veel reizigers bestond er wel begrip voor, maar anderen hadden geen goed woord over voor deze acties. Dat inleveren op, dat is je eigen schuld. Hoeveel heb ik ingeleverd? Dat weet ik ook niet. Nou, dan moet je niet lullen. De Brabantse actiedag van de vakbonden in de stakingsperiode betekende ook een demonstratie van de FNV op het Stadhuisplein. In de wetenschap dat u achter ons staat, dat u bereid bent met ons kracht bij te zetten aan actie die ondersteunt datgene wat we willen. Geen kortingen, nee tegen kortingen, maar ja tegen een goed FNV-plan. Ga door mensen. De Eindhovense ambtenaren toonden weinig belangstelling. De acties hadden landelijk geen resultaat. De laatste officiële daad van commissaris van de Koningin van der Harten was de opening van het nieuwe gebouw der gemeentelijke sociale dienst in het gerenoveerde en uitgebreide oude politiebureau. Degenen die daartoe zijn ingezet, die daar een werk aan moeten geven, om die zo goed en riant te huisvesten als hier het geval is. Kort daarna werd hij weer inwoner van Eindhoven. Dank u wel. Goedemorgen, commandant Klingaanvrager. Het gebouw aan de Deken van Zomerenstraat biedt veel meer ruimte voor de 300 medewerkers en de 17.000 cliënten aan wie jaarlijks 500 miljoen gulden wordt uitgekeerd. Met achter die cijfers menselijke problemen. Die oude situatie blijft nog door, liever. Dus er is geen mogelijkheid dat die uitkering eerder krijgt? Nee. Wettelijke wachttijd. De service aan de cliënten werd sterk verbeterd. De ontwikkeling van geluidsapparatuur, die wellicht nieuwe werkgelegenheid schept, stond 4 dagen lang centraal op een internationaal congres in het POC. Men bekeek ook het verleden. De fonograaf en grammofoons van lang geleden stonden op een expositie samen met de draad- en bandapparatuur die daarna ontwikkeld werd.
De 2500 bezoekers op het congres van de AES, Audio Engineering Society, konden zich verdiepen in lezingen en inleidingen, maar ook in de vaak geavanceerde apparatuur die de 124 deelnemende firma's toonden. Toekomstmuziek op basis van simpel menselijk stemgeluid. Hello, bonjour. Steeds handzamer apparatuur. Mogelijkheden om stereofoonmuziek te horen, liever nog holofonie, totaalklank. En natuurlijk de Philips-schepping die 1 maart officieel geïntroduceerd werd, de digitale compactdisc. Elektronica-stad Eindhoven heeft sinds 1967 economische en vriendschapsbanden met Kadoma City in het elektronica-land Japan. De Little Kadoma Singers gaven hier een uitvoering en bezochten het klompenmuseum De Platijn in Best. Op het individuele wereldkampioenschap IJsspeedway waren de Russen favoriet. Rudolf Thijs was de enige Nederlander. Na 4 heats op zaterdag en 5 op zondag viel in de 6e de beslissing. Kazakov bleef kampioen voor landgenoot Bondarenko. De Zweed Stenlund werd 3e, de Nederlander eervol 9e. ...4 juni. 50 equipes in de 20e ELE-rally. Allang rijdt men niet meer kaartlezend van Eindhoven naar Luik en terug. Men legt wel 450 kilometer af met de beslissende 190 in 11 zware klassementsproeven. Jan Bak en Bob Dikhout wonnen. De VVV verhuisde in mei op wandelafstand naar een eigen paviljoen op het stationsplein. Toenemend toerisme naar Eindhoven en Kempenland kon, dacht staatssecretaris Van Zijl die officieel kwam openen, verlies aan werkgelegenheid elders compenseren. In een feestelijke omlijsting hees de bewindsman van Economische Zaken de VVV-vlag in top als officiële ingebruikneming van het nieuwe VVV-kantoor. Een open dag bij de Nederlandse spoorwegen hoorde ook bij de feestelijke omlijsting. De Brabantse naam van het dorp Oerle prijkt nu op een kleine rangeerlocomotief, terwijl een van de zwaarste treintrekkers naar Eindhoven is genoemd. In hetzelfde feestelijke kader stunten de Duitse gebroeders Klaas tientallen meters hoog tussen Bijenkorf en CNA op de strak gespannen staaldraad. Al die feestelijkheden leden deels onder het uitbundig vele hemelwater, zoals ook het aerobic dancing, een rage die in 1983 de kop opstak. ...1983 bracht de natste en somberste lente van de 20e eeuw tot nog toe. En de zomer van 83 was de warmste en de droogste. Prachtweer voor een 50 meter lange waterglijbaan in het ingenieur Ottenbad. Wethouder van de Baar opende het nieuwe onderkomen van de roeivereniging Beatrix in de vroegere sociale werkplaats aan de Kanaaldijk Noord. Er werden die dag ook boten gedoopt en te water gelaten. Dat alles in het kader van de recreatieve bestemming van het Eindhovens Kanaal. Aan de kop van dit kanaal begon precies 100 jaar geleden de houtindustrie Picus, Latijn voor specht. Het bedrijf geeft thans nog al ongeveer 250 mensen werk. Zware Afrikaanse bomen worden aangevoerd om verwerkt te worden.
Nazagen worden ze als het ware geschild en zo onder meer verwerkt tot sigarenkistjes, 4 miljoen per jaar, vaak bedrukt in eigen bedrijf. Maar ook andere houtverpakkingen worden vervaardigd. Uit de vervaardiging van Multiplex is een ander belangrijk marktproduct ontwikkeld. De speciaaldeuren. Inbraak en straling werend, geluid, brand en kogelvrij. De deuren van Picus sluiten goed, maar zeker niet definitief. Het oude waaggebouw aan de Paradijslaan heeft veel te lijden gehad van de nieuwbouw rondom. De Kamer van Koophandel en de Raad van Arbeid. Maar de waag wordt gerestaureerd. Dankzij nauwe samenwerking van bedrijfsleven en overheid kon de Stichting Vliegveld Weltschap de hoeksteen onthullen van Eindhoven Airport. Een hoeksteen voor de ontwikkeling van Zuidoost-Brabant. De nieuwe verkeerstoren kwam in aanbouw. Het regionaal ziekenfonds voor Eindhoven en omgeving betrok zijn nieuwe kantoorpand aan de Felle Noord. Aan Eindhovens noordkant vereist nog steeds nieuwbouw. Al 5 jaar in de grootste wijk, de Achtse Barrier. De A58 vormt de grens van deze wijk, gepland op 5500 woningen. Dit jaar kwam daarvan het 3000ste huis gereed. Hier verrees ook wijkhuis De Mortel. De nieuwbouw van de Floor Everscholengemeenschap. In een oud gebouw, voorheen van de gemeente Reiniging, kwam een nieuwe moskee voor soenitische moslims. Vrouwen kunnen in de ruimte beneden op beeldschermen de dienst volgen die in de eigenlijke moskeeruimte boven door de mannen wordt gevierd ter ere van de God van Abraham. Dagelijks gaat de imam voor, maar vooral op hun rustdag de vrijdag. De islamitische inwoners van Eindhoven slachten ook op haast bijbelse wijze. Dat gebeurt bij het jaarlijkse offerfeest of Ibrahimfeest, het feest van Abraham. Zij die het zich kunnen veroorloven laten een schaap slachten, maar ze laten er hun armere geloofsgenoten wel van delen. Deze tentoonstelling van Hermann Nietzsche, waarbij ook nogal veel foto's zijn van actionen en ook relicten waar gedroogd bloed op voorkomt, is op geen enkele wijze gemaakt om te schokken. Waar het om gaat is om iets terug te vinden, iets opnieuw te ontdekken wat eigenlijk in onze geschiedenis voortdurend een rol gespeeld heeft. Het offer, het celebreren van het leven, waarbij in alle culturen eigenlijk bloed, slachten, offeren, de seizoenen een belangrijke rol gespeeld hebben. Aldus directeur Fuchs. De gebaarde Oostenrijkse kunstenaar was ook aanwezig. Het publiek dat de bebloede cultusvoorwerpen en de schilderijen bekeek, moest tevens de doordringende geluidsachtergrond ervaren. Bij het Milieu-educatiecentrum bij de Gennepper Watermolen klonken volks- en andere liederen en trad de volksdansgroep Droesba op tijdens de tweedaagse slotmanifestatie voor Wereldmilieudag in juni. Men kon er milieuvriendelijk voedsel betrekken en kreeg er veel informatie. Niet met de vingers gaan komen, hè? Zit dat snoep? Ja, misschien wel. Wethouder Van Velzen startte in bijzijn van frater Simon Deltour de aanleg van het naar hem genoemde heempark. Het wordt door het Milieu-educatiecentrum met behulp van vrijwilligers daar aan de Dommel ingericht. Frater Deltour was meer dan een kwart eeuw ijveraar voor natuur en natuurbehoud. Het heempark zal openstaan voor alle Eindhovenaren. In dit gebied verrees aan de Tongelreep de eerste boerderij uit de ijzertijd, plus een schuur met riet gedekt.
Het is het begin van wat een prehistorisch dorp moet worden naar voorbeelden uit de Brabantse prehistorie. Ook dit is bedoeld als een educatief centrum. Doe maar BV met reggae muziek in de hal van de kunstijsbaan eind mei. 3000 zeer enthousiaste jeugdige liefhebbers. Terwijl buiten de meiregen uit de hemel stroomde, liep binnen de temperatuur zo op dat er nogal wat jeugdig publiek flauw viel. Wagonladingen mensen en materieel kwamen in september naar de omgeving van Eindhoven. 15.000 man en meer dan 3.000 voertuigen waren betrokken bij Brandy Station, de aanloopoperatie voor de grote najaarsoefeningen van de NAVO. Het stafkwartier op de Oorschotse Heide was het zenuwcentrum voor een strijd tegen onder meer modder en veel regen. Na de oefeningen in Zuidoost-Brabant trokken de troepen weg naar de Maas om in West-Duitsland de grote oefening Atlantic Lion te houden, waarin totaal 40.000 man aan deelnamen. Het transport leidde wel eens tot hinder voor het normale wegverkeer. Vredesdemonstraties bezorgden ook enige hinder aan het transport. Velen juichten de NAVO-kolonnes toe, vaak met de gedachten aan de bevrijding van Eindhoven in 1944, op de dag af 39 jaar tevoren. De doden uit de jaren voor en bij die bevrijding werden ook dit jaar weer herdacht. De Vredesweek, kort na de legeroefeningen, stond duidelijk in het teken van de weerstand tegen de mogelijke plaatsing van kruisraketten in ons land. Op het grote spandoek op de piazza werden vele duizenden handtekeningen geplaatst. Augustus bracht 3 dagen lang beeldende kunst, muziek, theater, film en andere kunstuitingen bijeen in het Holland Art Initiative. Het POC nam om het laatste organisatie over van wat als superkunstmarkt uit de hand dreigde te lopen. Een kunstmarkt met handwerkers, zoals de werker in was met zijn beeldjes. Met alle kunstvormen, zoals die van het Belgisch-Amsterdamse paradebeeld Fabiola. Kunst die op een 80 concerten was te horen. Kunst in allerlei andere vormen. De jubileumhal was er goed voor. Beeldende kunst om zelf te beoefenen of om van te genieten. Hoogtepunt vormde wel het modespektakel in het PSV-stadion voor 14.000 toeschouwers. Aan de grootste modeshow die ooit ter wereld is gehouden, zoals het heette, werkten 50 mannequins mee, onder vaak oorverdovende muziek. Fong Leng zelf. Onder haar creaties waren er diverse waar Eindhovenaren nog lang niet over uitgepraat waren.
Dit bijzondere onderdeel van Holland Art Initiative vond door een hevig noodweer een ontijdig einde.